It's been a while, it's been a while, but I'm coming out of my shell. And I never thought I would fall in love with. Ik heb een bandje voor mijn neus staan. En ik ben even op visite geweest. En daar heb ik nu dit keer even niet aan het vloggen geweest. Dat was bij mijn liefdalige surrogaatje Wilma. Maar die heeft een gebroken voet. Er gebeurde even een klein ongelukje. Ja, ik trok het gordijn dicht. En deze mooie plant. Die stond voor de magnetron. Maar ja, ik was een beetje te wild. En toen viel die op de grond. Maar hij had wel een glazen pot onder zijn kont. Hele goede middag, lieve vrienden, en welkom weer bij een gloednieuwe vlog van Corina en de Beestenboel. Het is vandaag alweer reeds woensdag, de 14e van de 6e 2023, en we leven alweer om 13:32. Ik ga zo mijn hondjes weer even uitlaten. Nou, jullie zien het, ik heb mijn haar weer eens gewassen vorige week, nee, van de week weet ik veel. Hakker, ik heb me nat gemaakt, ik heb het nou gewassen, ja. Dus ja, het moet wel eventjes drogen en weer dan een kam er doorheen en dan zien we het wel weer. Maar ja, ik ga toch zo lekker naar buiten. Even met mijn meisjes lopen en om 3:00 komt Cindy, mijn begeleidster, want Erwin die is dus op vakantie, dit is een tweede week. Dan heeft hij nog 1 week te gaan, dus ja, andere week dus weer Cindy. Hartstikke leuk, hartstikke geweldig, ja. Leuke vrouw is dat ook. Ik kon haar al eerder dan ik Erwin kon. Maar zij is een stapje hoger gegaan. Zij moet nou begeleiding geven. Tenminste, begeleiding geven, hoe noem je dat? Ze moet de begeleiding juist weer coördineren. Jij gaat daar naartoe, jij gaat daar naartoe, jij gaat daar naartoe. Maar ze vindt het zelf ook nog leuk om ook bij de mensen te komen. Dus zij valt hier en daar gewoon nog in. Ja. Niet bij iedereen, maar wel bij een heleboel. Ik heb last van mijn nagel. Ja. Ik heb sowieso überhaupt rotnagels. Ja, komt van vroeger uit het verre verleden. Ja. Dan moet ik maar even met een vijltje zo eroverheen, want anders haak ik mijn jurken kapot en dat moet maar niet. Maar in ieder geval, ik wens jullie heel veel plezier. En heel veel mooi weer, want dat hebben we hier ook. Het is hier 23 graden. Dus ik moet mijn vest mee hebben, want het zal wel op de hoek koud en winderig zijn. En dan denk ik dat ik hem daar wel even aan moet hebben. Ja, en misschien al op de gracht hoor. Want als de wind in de verkeerde hoek staat, dan is het in de schaduw koud. Ja, gemeen koud. Hadden we gisteren ook in de zon. Is heerlijk, genieten zo. Maar kom je in die schaduw, dan is het, ja, bagger, laat maar zeggen. Maar oké, dat maakt niet uit. Ik wens jullie gewoon heel veel plezier. Maak er wat van. Geniet ervan. En geniet ook zeker met ons mee. Ja, jullie zien het wel weer. Ik heb een bandje voor mijn neus staan. En ik ben even op visite geweest. En daar heb ik nu dit keer even niet aan het vloggen geweest. Dat was bij mijn liefdalige surrogaatzusje Wilma. Maar die heeft een gebroken voet. Ja. Dus ja, daar is het niks anders. Maar waar zit ik weer? Jullie zien dat denk ik wel aan de tafeltjes. En ja. Daar zitten we dus weer. Ja, ja. Helemaal geweldig. Helemaal geweldig. Dus ja, ik zit even te genieten van het prachtige mooie weer en een lekker wijntje. En dan gaan we straks weer op huis aan. Ik heb eten besteld en dat neem ik mee. En dan gaan we lekker thuis eten. En daarna de hondjes uitlaten. En aan het werk met een vlog in elkaar te zetten. Dus lieve vrienden, geniet van jullie avond. Ik weet niet hoe laat het is. Ja, op mijn horloge 2 minuten onverzet. Dus ik zou zeggen, geniet ze en smakelijk eten, bon appetit. En we spreken elkaar later. Ja?
En er gebeurde even een klein ongelukje. Ja, ik trok het gordijn dicht. En deze mooie plant, die stond voor de magnetron. Maar ja, ik was een beetje te wild. En toen viel die op de grond. Maar hij had wel een glazen pot onder zijn kont. Ja, daar ligt nog wat troep. Dus dat komt straks wel. Ik had wat ik op kon vegen aan aarde en houtkorrels en weet ik veel hek op kunnen ruimen. Nou ja, nog een weekje en dan andere week is er weer nog op vakantie. Die week die erop komt, dan vraag ik het hem wel van ja, jij hebt een beetje meer groene vingers dan ik. Dat kind moet even wat meer aarde hebben. En ik moet straks daar even bij, naar die rode pot, staat nog weer een glazen pot. Kijken of die daarin kan. Nou, ik hoop van wel. En anders, ja, weet ik het even niet. Nee. Dus ja, dat dus. En een pleister op mijn voet, want er sprong een stuk glas op mijn voet. Eerst met de ene punt aan de andere kant en toen met de andere punt op de andere kant. Dus ja, ik heb twee kleine gaatjes en dat bloedt een beetje, nou ja. Het gaat alweer over dat ik een oud kereltje ben. En ik kon er net hier dweilen, maar ik ga nou lekker eten. Ja, lekker happy happy doen. Wat heb ik besteld? Nou, heel makkelijk, lieve vrienden. Ik heb, geloof ik hier, heb een frikandel speciaal. En een bal gehakt. En een zak met patat. Ja, dan gaan we lekker burgemeester maken. Ik heb honger, ik heb zin in wat. Dat meisje wil naar buiten, dus dat gaat naar buiten. Ik flikker gewoon die deur even open. Hoppata. Ook ben ik, voordat mijn begeleidster Cindy kwam, aan het begin van de tuin bezig geweest. Helemaal bij de poort. Met onkruid weghalen. Ja, ik hoop dat jullie dat kunnen zien en anders zoomen we even in. Nou, jullie moeten het kunnen zien, dat kleine stukje, tot aan het paaltje. En ja, achter de papiercontainer, daar staat weer wat ik mijn broer bij halen. En die moet dan maar eens eventjes zien wat we daaraan kunnen doen. Ja, mijn broer Koen. Het is van een gemeentestruik, maar in de gemeentetuin is het al weg. Maar ze hebben die wortel laten zitten, dat ik heb er wederom weer last van, terwijl het een gemeentestruik is. Ja. Oh, daar baal ik van. Maar ja, je kan het nou helaas dus niet zien, want het is de een chaos nog. Ik probeer het een beetje schoon te krijgen. Sowieso voor mijn verjaardag van 23 juni ben ik weer jarig. En dan is iedereen welkom die weet waar ik woon. Ja, weet je het niet, heb je pech. Want ik geef niet mijn adres weg. Nee. Het is voor degene die weten waar ik woon, die zijn welkom. Ja, 23 juni. Dus ja, ik zou zeggen, lieve vrienden, geniet verder. Oh, wat zit jij mooi? Oh, ik ben ingezoomd, is ook zo. Even terug. Zoomen. Ja, uitzoomen. Zo, wat zit jij mooi, kind? Ja, wat zit jij daar mooi? Nee, koekie. Ben jij een koekie? Ah, moet Rijk ook koekie? Ja, oh, daar komen we wel van binnen, zeg maar. Nou, jullie weten dat ik zal ze even een koekje geven. En ik heb daar een sapje. Staat niet cranberry, maar dat weet ik. Ja, wel cranberry, weet ik veel. Niet die aardbeien, maar die andere. Voordat je blaasontsteking hebt. Laten we daar nog even op houden. Ik heb het niet door, nee, maar ik vind het wel lekker. En het is gewoon gezond. Ja. En die willen een koekje. Dus we gaan daarvoor. Ik zou zeggen, geniet ze en geniet met ons mee. Zo, lieve vrienden, dan zijn we weer eventjes. Ja, echt waar. Zoals jullie het zien natuurlijk. Maar het is wel al, we zien, 0:30, dus 12:30. En dan is het tijd om naar bed toe te gaan. De meisjes heb ik al uitgelaten, tegelijkertijd met Karin in Den Haag. Die liep ook met de meisjes, ik liep hier met de meisjes. Dus helemaal gezellig. Ook samen even aan de telefoon, terwijl we liepen. Enkel ja, ze verstond mij niet en ik verstond haar niet, want er was hier te veel wind, wat daar weer niet was.
Of ze liep in Leulte. Ze liep door een bos heen, geloof ik. Maar ja, dat heb ik hier niet. Niet hier in deze kant. Nee, ik woon hier, want dat gaat weer op de vlakte. Achter de dijk. Ja. En we gaan nou zo meteen lekker slapen. Dus ik zou zeggen, lieve vrienden, jullie ook welterusten, slaap lekker, met mooie dromen. Uiteraard wel weer gezond uit je bed zien te komen. En jullie weten het allemaal, God houdt over ons de wacht. En ik zeg gewoon, tot aan de andere kant van de nacht. Radio Cool. Radio Cool.